Het leven als ondernemer is druk, maar het is een lekkere drukte. Want het is, je bent bezig met bouwen aan iets waar je zelf actief deelneemt. Surinaams fruit vinden wij allemaal heerlijk. Popsicle is aan de andere kant ook een heerlijke bezigheid. Twee jonge ondernemers hebben besloten hun liefde voor Surinaams fruit en ijs te combineren en daaruit is dus ontstaan Parbo City Pops. Popsicles, gemaakt met puur Surinaams fruit. Nou, ik ben Natasha Hewart, medeoprichter van Parbo City Pops. Samen met mijn man Harvey Bijnaar hebben we het bedrijf opgericht. Wij produceren popsicles van Surinaams fruit. Van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb op verschillende scholen gewerkt, maar ik ben ook docent en mentor geweest. En hoe is dan die switch van docent naar popsicle-vervaardiger dan gegaan naar ondernemen? Maar dat gaat niet over een leerdakje, neem ik aan. Nee, dat is waar. Ik moet zeggen, sowieso hou ik van de keuken. En of houden wij van de keuken? Lekkere dingen maken, experimenteren. Dus zo is het natuurlijk ook gegroeid. En om van je passie je beroep te maken is wel leuk als dat kan. Voordat wij naar Suriname kwamen, was er een hobby van ons om altijd lekker ijs te nuttigen. En we houden sowieso van lekker eten. Ja, we wilden ijs maken. En we wilden eigenlijk de vruchten ook van hier gebruiken. Omdat je hier zoveel verschillende lekkere vruchten hebt. Dat wilden we echt verwerken in het ijs. We staan 6:30 op. We maken de kinderen klaar. We maken onszelf klaar natuurlijk. We zorgen dat iedereen gegeten heeft. En wie naar school moet, moet naar school. Vervolgens gaan we verder met ons fruit. Verwerken. Als we het de dag daarvoor al hebben gekocht, dan gaan we het fruit verwerken, schoonmaken en het pulp maken. Dat weer alle andere ingrediënten die erin horen, die gaan erbij. Dat aha-moment is dus die dag, is gekomen. We zaten een dagje met elkaar in de woonkamer en we hadden het erover hoe we altijd ijs gingen halen in Nederland en altijd dat lekkere ijs aten. Dus toen dachten we van, zouden we dat hier ook kunnen doen, ijs maken? Want je hebt tenslotte heel veel verschillende interessante fruitsoorten die je zou kunnen gebruiken om dat ijs te maken. Dus we dachten, dat zal wel een interessant product kunnen worden. En tegelijkertijd denk je ook van, dat zou ik zelf ook wel lekker vinden. Want je gaat natuurlijk niet maken wat je zelf niet lekker vindt. Je maakt wat je zelf lekker vindt. Vervolgens zijn we begonnen met schepijs, experimenteren dus in de keuken. En wat is schepijs? Schepijs is ijscream. Ah. Ja. Experimenteren in de keuken. En van de keuken is het eigenlijk naar feestjes gegaan. Dus feestjes die we gewoon zelf in de familie hadden. Nou, mensen, toen waren we ondertussen al bezig met popsicles. Dus het is maar van, hoe is die overgegaan? Het is van schepijs naar popsicles gegaan dan? Het is overgegaan, ik weet eigenlijk. We hebben schepijs in feite, we hebben dat niet helemaal opgeschoven. Hebben gedacht van popsicles is een makkelijkere overstap. Ja, om te maken. Een betere overstap. Dus vervolgens zijn we met popsicles aan de slag gegaan. En dat hebben we binnen onze kleine kring een beetje geïntroduceerd. En die proefden het en die waren eigenlijk enthousiast om het te proeven. Fulltime Parbo City Pops is, ik moet dat heel even beschrijven. Omdat het
ja, mijn man heeft natuurlijk ook zijn bezigheden en ik heb ook mijn bezigheden. Dus dat gaat allemaal door. Maar terwijl ik eigenlijk ook met mijn werk bezig ben, dat is aan het thuisfront en op school natuurlijk, moet ik ook wel eens, zeg maar, als ik pauze heb, iets regelen voor Power City Pops. Dus fulltime in die zin. Dus je geeft nog les? Ja. Interessant. Nou, vertel eens hoe het maken van een popsingel tot stand komt. We beginnen natuurlijk met het opkopen van fruit. Dat fruit verwerken we, dat bereiden we tot pulp. Vertellen over die grondstoffen, dat fruit dat jullie gebruiken. Ja. Tot nu toe hebben we vruchten zoals pomme de terre gebruikt, banaan, zuurzak. We hebben ook een cacaosoort gebruikt, genaamd poisson.
We hebben dingen als makusa gebruikt, we hebben manja gebruikt. En dragonfruit natuurlijk. Veel mensen denken dat dragonfruit niet in Suriname groeit, maar het groeit wel zeker in Suriname. Is er een Surinaamse naam ervoor? Ik ken die niet. Nee, eigenlijk niet dat ik weet. Ik weet in het Thais wordt het bitaya genoemd. En de algemene naam is eigenlijk dragonfruit. Wat is het verschil tussen jullie popsicles en andere bedrijven die ook popsicles vervaardigen? Nou, een heel duidelijk verschil is dat wij verse producten gebruiken en geen rare toevoegingen. Wij gebruiken echt puur fruit, zo puur mogelijk. Er zitten geen conserveringsmiddelen in, geen kleurstoffen, wel suiker, maar ook dat doen we met mate. Dus wanneer je ons ijs eet, eet je echt eigenlijk fruit op een stokje. Nee. Van waar de naam Paro City Pops? We leven in Paro. Nou, de naam, we zijn de naam gekomen omdat we in Paramaribo leven. Paramaribo is natuurlijk een bruisende stad. En we maken popsicles, dus vandaar Paro City Pops. En als je dan nou terugkijkt naar vanaf toen jullie starten, ja. Zijn er zaken die jullie hadden onderschat in dit proces? Onderschatten, ja, je eigenlijk in het proces ben je altijd wel bezig te leren. En zaken die we hebben onderschat, ja, is natuurlijk dat hele proces van het voorbereiden tot aan produceren. Je bent elke keer bezig jezelf te verbeteren. Je moet rekening houden met je ijsjes bewaren. De juiste temperatuur wanneer je het gaat bezorgen, wanneer je ergens staat om het te verkopen. Dus dat hebben we eigenlijk heel veel bijgeleerd. En ja, ik kan eigenlijk nu niet zo 1, 2, 3 opnoemen. Hoe interesseren jullie dan klanten om te kiezen voor jullie popsicles versus de andere? Sowieso zijn we de klanten. Ja, de klanten komen bij ons eigenlijk via de Movo Coranti, kan je zeggen. En we staan op veel beurzen, of ja, veel beurzen. We hebben op beurzen gestaan. We hebben onder andere op Art Market gestaan. We hebben op de United Beurs gestaan. Daar is het eigenlijk ook begonnen. We hebben op de Mede-Suriname Beurs gestaan. We hebben onlangs op de Vakantie in Suriname Beurs gestaan. We staan ook bij Klevia Park. Dus zodoende komen mensen ons tegen. Via Facebook kennen mensen ons. En het woord reist snel. Wat was de reactie van het publiek op jullie producten? Veelal enthousiast. Mensen zijn echt verrast door de smaak. Ze zijn helemaal enthousiast. En wat maakt die smaak zo bijzonder? Ik denk het feit dat het puur is. En mensen verwachten. Ze zeggen vaak dat ze vaak producten met veel suiker tegenkomen. En de Surinamer wordt steeds bewuster van zijn voeding. En dat merk je ook echt, dat ze bewust voor ons product kiezen. Ja, offers, die breng je sowieso altijd. Je tijd is niet meer dat je het echt, net als wanneer je bijvoorbeeld voor een werkgever werkt, dat je het echt kan scheiden van, kom ik thuis en nu ga ik even relaxen. Als er op dat moment een telefoontje gaat van, we hebben nu 100 ijsjes nodig, of we hebben voor dan en dan zoveel ijsjes nodig, dan moet je aan de slag. En soms zijn dat ook hele vreemde uurtjes, want alles loopt natuurlijk door elkaar. De kids en het thuisfront. Dus als je om 12 uur nog iets af moet maken, dan moet je dat gewoon afmaken. Dus ja, in die zin brengen we wel offers. Je sociaal leven natuurlijk. Vooral je tijd die erin gaat zitten. Je kan Paro City Pops niet meer wegdenken uit ons leven in ieder geval. En je kan ook niet zomaar een pauze nemen. Hoe zit dat met jullie sociaal leven? Hebben jullie wel een sociaal leven? Ja, we hebben wel een sociaal leven, maar dat zeg ik, dat is nu een beetje op de achtergrond beland. Ik wil niet zeggen dat je er geen tijd meer voor maakt, maar Paro City Pops die is op de voorgrond. Aan startende ondernemers wil ik graag meegeven dat je vooral door moet gaan. Zeker als je een passie hebt, een droom. Jouw product kan het verschil maken.